Het ontbijt is klaar. Oké. Oké. Papa, wanneer heb je nou eens vrij? De volgende maand is het vakantie, dus het wordt druk bij het spoor. Aan het eind van die maand dus. Oh. Jolie, je bent bijna nooit vrij en leest Gods woorden niet. Ik heb het druk nu. Ik doe het wel als ik tijd heb, ja? Dat zeg je altijd. Hallo? Jingjing, de familie Chang is in moeilijkheden. Oh. We moeten direct spullen uit hun huis halen. Goed, ik ga meteen. Ik moet dringend iets doen voor de kerk. Wees voorzichtig. Natuurlijk. Mevrouw Liang? Lin Lin, waar zijn de boeken van Gods woorden? Ik weet het niet. Ga ze vlug zoeken. Mevrouw Liang, wat is er gebeurd? Je ouders zijn gearresteerd toen ze het evangelie deelden. De politie komt zo'n huiszoeking doen. Die boeken moeten direct weg hier. Schiet op, snel. Ik ga ze meteen zoeken. Zoek grondig. Inspecteur, ik heb niets gevonden. Niets. Verdomme. Er zijn de afgelopen dagen broeders en zusters van kerk uit de buurt gearresteerd. Het lijkt een gecoördineerde operatie. Dan moeten we direct een kennisgeving rondsturen. Leiders en medewerkers moeten onderduiken en we moeten de bijeenkomsten even staken. Bovendien zijn er nieuwkomers die nog geen sterke basis hebben. Als ze worden gearresteerd, zullen ze de moed verliezen en het geloof verlaten. We moeten direct begietingen doen. Ik kan wel wat extra tijd vrijmaken. Fijn. Laten we eerst deze boeken van Gods woorden wegbrengen. Mm-hmm. Oké. Je moet voorzichtig zijn met deze boeken. Goed. Het is hier niet veilig. Kom vlug mee. Schiet op, pak jullie spullen. Papa, ben je vrij? Ja. Yatzi, Waarom is mama nog niet terug? Er zal wel iets zijn in de kerk. Hallo, mama. Oh, je bent terug. Waarom ben je zo laat? Ik werd opgehouden in de kerk. Papa, geef mij dat maar. Ja. Hoe gaat het op school? Goed. Oké.
Dank je. Zeg, wist je dat mijn collega Chang en zijn vrouw zijn gearresteerd omdat ze het evangelie predikten? Dat weet ik. De communistische partij treedt hard op tegen gelovigen. Ik denk dat je in het geheim moet geloven thuis. Ga niet naar bijeenkomsten. Zeg, meen je dat nou echt? Is het wel geloven als je niet naar bijeenkomsten gaat? De partij arresteert al jaren gelovigen. Hoe kunnen we de waarheid leren zonder bijeenkomsten? Lafaards komen het Hemelse Koninkrijk niet in, dat weet je. Maar ze doen alles om mensen over te halen om gelovigen aan te geven. Als je naar die bijeenkomsten gaat, weet je niet hoeveel mensen het in de gaten houden. Het is te gevaarlijk. Ons gezin zou te gronde gaan als je wordt gearresteerd. Weet je waarom ik risico's wil nemen voor mijn geloof? Omdat Almachtige God onze redder is gekomen en waarheden uitdrukt en het reddingswerk doet. Zo'n kans krijg je maar één keer. Ik volg God en streef naar de waarheid en het leven. Dat moet je niet belemmeren. Ik wil je niet belemmeren. Maar de communistische partij is puur slecht. Gelovigen zijn hun leven niet zeker. Niet zo hard. Weet je wat ze met de familie Chang hebben gedaan? Mevrouw Chang kan niet eens meer lopen. Als het kantoor haar borg niet had betaald, was ze daar waarschijnlijk gestorven. Als je wordt gearresteerd en niet wordt doodgeslagen, beland je in de gevangenis. Ik denk alleen aan jou. Aan die dingen heb ik al lang gedacht. Zolang de CCP aan de macht is, worden er gelovigen vervolgd en zelfs om het leven gebracht. Almachtige God is verschenen en werkt. Er is niet veel tijd meer. Als je niet je leven op het spel wil zetten om hem te volgen, zul je deze kans mislopen. Omdat ik er niet aan twijfel dat dit de ware weg is, ben ik niet bang voor vervolging. Probeer me niet meer te overtuigen. Jij bent misschien niet bang, maar denk ook eens aan mij. Zou het niet vernederend voor mij zijn als jij in de gevangenis zit? Wat zouden mijn vrienden en collega's denken? Zou een schande voor me zijn? Luister naar me. Vanaf vandaag ga je niet meer naar bijeenkomsten. Je kunt maar jong spelen of gaan drinken, wat je maar wilt. Maar geen religieuze activiteiten. Wat zeg je in hemelsnaam? Nu begrijp ik het. Jouw zogenaamde geloof was een leugen. Je bent een ongelovige. Ik verbied je om naar de kerk te gaan en het evangelie te delen. Ik heb het recht om in God te geloven. Ik blijf doorgaan op deze weg. Wat jij ook zegt. Zeg dat nog eens. Je kunt me nooit afhouden van mijn geloof. Denk je dat? Ben je gek geworden? Papa, je mag mama niet slaan. Gaat het wel? Jawel. Hoe kan ik naar bijeenkomsten gaan en mijn plicht doen als hij me zo dwars zit? God, open een weg voor mij. Ik zal me onderwerpen aan wat u maar regelt. Als er veel dingen over je heen komen die niet in overeenstemming zijn met je noties, maar je toch in staat bent ze opzij te zetten en kennis te verwerven van Gods handelingen uit deze dingen. En als je te midden van louteringen je hart van liefde voor God onthult,
dan is dat het standvastig staan in je getuigenis. Als je huis vredig is, je van de gemakken van het vlees geniet, niemand je vervolgt en je broeders en zusters in de kerk je gehoorzamen, kun je dan je hart van liefde voor God tonen? Kan deze situatie je louteren? Het is alleen door middel van loutering dat je liefde voor God kan worden getoond. En het is alleen door dingen die gebeuren die niet in overeenstemming zijn met je noties, dat je kunt worden vervolmaakt. Luister, ga niet naar bijeenkomsten. Papa, je mist de trein als je nu niet gaat. Hoor je me? Het is al laat. Goed. Oké. Ik ga. Dag, papa. Dag. Mama. Ik moet je iets vertellen. Wat is er? Papa zei dat ik moet opletten en hem moet bellen als je naar bijeenkomsten gaat. Zou ik dan geen Judas zijn? Ik zal hem niets vertellen. Goed. Lees Gods woorden als je klaar bent met je huiswerk. Zit niet in niks, hè? Goed. Ik heb veel om handen. Maak zelf wat eten klaar als ik laat thuis kom. Waar verwijst dit woord geloof naar? Geloof is de waarachtige overtuiging en het oprechte hart dat mensen moeten bezitten wanneer ze iets niet kunnen zien of aanraken. Wanneer Gods werk niet in overeenstemming is met menselijke noties, wanneer het buiten het menselijk bereik ligt. Dit is het geloof waarover ik spreek. Mensen hebben behoefte aan geloof in tijden van tegenspoed en loutering. En geloof is iets waar loutering op volgt. Loutering en geloof kunnen niet worden gescheiden. Ongeacht hoe God werkt en ongeacht in welke omgeving je bent in staat het leven na te streven, de waarheid te zoeken, kennis van Gods werk na te streven en zijn handelingen te begrijpen. En je bent in staat te handelen volgens de waarheid. Dit doen is wat het betekent om waar geloof te hebben. En dit doen toont aan dat je je geloof in God niet hebt verloren. Je kunt alleen waar geloof in God hebben als je kunt volhouden de waarheid in loutering na te streven. Als je echt van God kunt houden en geen twijfels over hem ontwikkelt. Als je ongeacht wat hij doet nog altijd de waarheid beoefent om hem tevreden te stellen. En als je in staat bent in de diepte te zoeken naar zijn wil. En rekening kunt houden met zijn wil. Amen. Amen. Dank God. Het spijt me. Het nummer dat u heeft gedraaid is tijdelijk niet bereikbaar. Was je na een bijeenkomst? Je bent toch gegaan, hoewel ik het verboden had. Hoe kun je zo koppig zijn? Waarom is het zo erg om niet te gaan? Je gaat er niet meer heen. Hoor je me? Er zit eten in de pan. Ah, is Jatsi op school? Ga je naar een bijeenkomst?
Wat doe je? Ga uit de weg. Je kunt beter hier blijven. Je mag niet gaan. Probeer het maar. Waarom volg je me? Je gaat naar een bijeenkomst, hè? Ik ga mee. Je bent onmogelijk. Hoi, Xinqing. Hoi. Oh, Jolie, jij ook hier. Hoi. Hoi, Sjogge. Hey. En, hoe gaan de zaken? Best goed. Mooi. Alleen deze. Goed. Ik pak het voor u. Tot ziens. Het beste. Tot de volgende keer. Tot ziens. Hallo? Oké, natuurlijk. Ik ga even naar buiten. Geen bijeenkomsten meer. Xinjian. Hey, zuster Chao. Ik zie je niet meer op bijeenkomsten, dus ik kom even kijken. Fijn, kom binnen. Jolie houdt me tegen sinds de Changs gearresteerd zijn. Als hij thuis komt van zijn werk, maakt hij altijd ruzie. Hij heeft me zelfs geslagen. Hij volgt me overal. Ik kan echt niet naar bijeenkomsten. Ik voel me zo ellendig. Natuurlijk voel je je ellendig als hij je belet om naar bijeenkomsten te gaan en jezelf slaat. Je moet hier de waarheid over zoeken. Je zult een weg vinden als je eenmaal Gods wil begrijpt. Laten we wat lezen in Gods woorden. Goed.
elke stap van het werk dat God in mensen verricht, lijkt van buitenaf op interacties tussen mensen. Alsof het voortkomt uit menselijke bepalingen of menselijke interventie. Maar achter de schermen is elke stap en alles wat gebeurt een weddenschap tussen Satan en God. Dit vereist dat mensen rechtop blijven staan in hun getuigenis van God. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Job toen hij werd beproefd. Achter de schermen ging Satan een weddenschap aan met God. En wat er gebeurde met Job waren daden van mensen en hun tussenkomst. Achter elke stap die God in jullie verricht, zit Satans weddenschap met God. Achter dit alles vindt er een strijd plaats. Voor alles wat mensen doen, betalen ze een zekere prijs door het leveren van inspanning. Zonder daadwerkelijke moeite kunnen ze God niet behagen. Het komt zelfs niet in de buurt van het behagen van God. En ze kramen zomaar wat uit. Kunnen deze lege woorden God tevreden stellen? Als God en Satan in het spirituele rijk strijd voeren, hoe kun je God dan behagen? En hoe kun je stand houden in je getuigenis van hem? Je moet weten dat alles wat er met je gebeurt één grote beproeving is. Het zijn gelegenheden waarbij God wil dat je getuigt. Het lijkt van buitenaf niets bijzonders te zijn. Maar deze dingen tonen wel aan of je al dan niet van God houdt. Als je van hem houdt, ben je in staat om stand te houden in je getuigenis van hem. En als je de liefde voor hem niet in praktijk brengt, laat dat zien dat je de waarheid niet in praktijk brengt. Dat je niet in de waarheid bent, zonder leven. Dat je het kaf bent. Gods woorden zijn geweldig. Ze zijn echt verlichtend. Ik moet tegenover mijn man standvastig staan in mijn getuigenis. Dat is Gods wil. Ja. God drukt de waarheid uit en werkt om de mensheid te redden. En Satan probeert alles om dat te verhinderen. Geloof gaat onvermijdelijk gepaard met tegenslag. De weg naar het hemelse koninkrijk is niet makkelijk. Zonder de leiding van Gods woorden, zonder echt geloof, kunnen we zeker niet op deze weg blijven. Ik zie in dat het waar is. Toen ik het werk van Almachtige God van de laatste dagen aanvaarde, was ik al meer dan 2 decennia christen. En had ik al vervolging meegemaakt. De geestelijke van mijn oude kerk probeerde mij tegen te houden. En mijn familie was erg dominant. En dreigde zelfs onze banden te verbreken. Daar had ik het natuurlijk heel moeilijk mee. Ik snapte het gewoon niet. Was het dan niet goed om de Heer te verwelkomen? Mm. Waarom verstootte de religieuze gemeenschap me en onderdrukte mijn familie me? Het waren Gods woorden die me verlichten en me hielpen begrijpen dat Satan de beperkingen van mijn familie en de veroordelingen van de geestelijke gebruikte om me te beletten om God te volgen en Christus van de laatste dagen te aanvaarden. Ze wilden me gevangen houden in de religie, zodat ik met ze naar de hel zou gaan. Satan is echt boosaardig. Hmm. Dat besef gaf me zoveel meer kracht. Ik wist dat ik niet in Satans listen mocht trappen. Ik had de ware weg gevonden. En welke obstakel Satan ook opwierp, ik was bereid om alles te riskeren. Ik zou standvastig zijn in mijn getuigenis voor God. Amen. En dus zei ik tegen mijn familie: probeer niet me te dwingen. Ik zal doorgaan op deze weg. Ik geef dit oude skelet aan God. Dank aan God. Daarna gaven ze alle verzet op. Toen ik zag dat Satan vernederd en verslagen was, was ik God zo dankbaar. Dank God.
God wees me de weg gedurende dat alles. Ik wist niet dat je ook zoiets moeilijks had meegemaakt. Je hebt veel doorstaan. Je communicatie is zo nuttig voor me. Christus van de laatste dagen volgen valt niet mee. Ik ben nu vast besloten om standvastig te staan in mijn getuigenis. Hoe mijn man me ook onderdrukt. Ik geef nooit aan hem toe. Dank God. Dank God. Hallo. Er is iets met mijn motor. Kun je even kijken? Ja hoor. Rij maar naar binnen. Goed. Hoe gaat het de laatste tijd? Niet geweldig. Gaan jullie je gang. Ik let wel op. Goed. Het wemelt op straat van de rode armbanden. En ze houden alles scherper in de gaten. Ja. De grote rode draak arresteert overal gelovigen en haalt mensen over om elkaar aan te geven met buurtwachten. Het wordt steeds moeilijker om bijeen te komen. Ik was een paar dagen geleden op een bijeenkomst die werd aangegeven. Als we geen mensen op de uitkijk hadden gezet, waren we gearresteerd. Het is deprimerend om kans te lopen om gearresteerd te worden. We zijn allemaal bang, voelen ons beknot in bijeenkomsten en in onze plicht. We hebben nog niet genoeg geloof. Inderdaad. Nee. Laten we een paar passages uit Gods woorden lezen. Oké. Bladzijde 625. Aangezien het werk wordt uitgevoerd in een land dat tegen God is, wordt al zijn werk buitensporig tegengewerkt. En veel van zijn woorden kunnen niet op tijd tot stand worden gebracht. Derhalve worden mensen gelouterd vanwege de woorden van God. Dit is ook een onderdeel van het lijden. Het is bijzonder zwaar voor God om zijn werk te volbrengen in het land van de grote rode draak. Maar het is door deze moeite dat God een fase van zijn werk doet. Om zijn wijsheid en wonderbaarlijke daden openbaar te maken. God grijpt deze gelegenheid aan om deze groep mensen compleet te maken. Amen. 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 En bladzijde 547. Ik zal het voorlezen. Oké. In deze fase van het werk wordt van ons het uiterste aan geloof en liefde gevergd. We kunnen struikelen door de geringste onoplettendheid, want deze fase van het werk is anders dan alle voorgaande. Wat God vervolmaakt is het geloof van de mensheid, dat zowel onzichtbaar als ontastbaar is. Wat God doet, is woorden omzetten in geloof, liefde en leven. Mensen moeten een punt bereiken waarop ze honderden louteringen hebben verdragen en een geloof hebben dat groter is dan dat van Job. Ze moeten ongelooflijk lijden en allerlei martelingen verdragen zonder God ooit te verlaten. Wanneer ze gehoorzaam zijn tot de dood en een groot geloof in God hebben, dan is deze fase van Gods werk voltooid. Amen. Amen. Gods woorden zijn geweldig. Ik voel me nu veel beter. Fijn. Nu begrijp ik dat dingen als arrestatie en vervolging dienen om ons geloof te vervolmaken. Inderdaad. Zeg, dat doet me denken aan een gezang van Gods woorden. Alleen zij met een oprecht geloof winnen Gods goedkeuring. Amen. Amen. 摩西基大磐石边有耶和华所赐之水永流那是因为他的心因为他的心大卫能苦涩叹气赞美耶和华
Waar is Liang Xingqi? Ze moest een boodschap doen. Gaat ze vaak weg? Nee. Jolie, daar ben je. Ja. Ze zoeken Xingqing. Hey. Jij zat bij mij op school. Wang Chen. Wat een toeval. Zeker. Wat doe je hier? Tja, dit is de winkel van mijn vrouw. Jullie zijn... Xiaoge, ik handel dit wel even. Oké. Okay. Iemand heeft gemeld dat je vrouw een almachtige god gelooft. Dus we komen een kijkje nemen. Ze hebben zeker niks beters te doen. Wat een onzin. Wie heeft tijd om in God te geloven met zo'n drukke winkel? Ze kan het beter niet doen. Gelovigen in almachtige God worden overal in China gezocht en ze worden hard aangepakt als ze gepakt worden. Ja. Ja. De overheid heeft opgedragen om niet mild te zijn tegen de gelovigen die we vinden. Als ze echt religieus is, is dat een ernstig probleem. Maak je geen zorgen. Ik zou haar nooit in God laten geloven. Goed. Dan gaan we er weer vandoor. Goed. Ik zal jullie uitlaten. Jullie. Ja? Je moet haar in de gaten houden. Als ze religieus is, raakt je hele familie erin verwikkeld. Maak je geen zorgen. Goed, dan ga ik maar. Dag. Oh, je bent terug. Was je op een bijeenkomst? Ja, klopt. De politie heeft vandaag naar je gevraagd. Als ik niet tussen beiden was gekomen, was je gearresteerd. Kun je niet ophouden met die bijeenkomsten? Zou ik dan nog gelovig zijn? Hou op met die onzin!
Een van die agenten zei dat gelovigen in almachtige God politieke misdadigers zijn. Als ze worden gepakt, raakt hun hele familie erin verwikkeld. Je geloof heeft al gevolgen gehad voor mijn toekomst en die van Jatsi. Besef je dat niet? Welke gevolgen heeft mijn geloof voor jouw toekomst gehad? Hoe komt het dat zodra je hoort dat de partij het geloof veroordeelt, je terugdeinst en bang bent om te geloven? Klaar om de handdoek in de ring te gooien? Je hoeft niet zelf te geloven, maar probeer mij niet tegen te houden. Ik hou jou niet tegen als je een comfortabel leven wil. Dus belet mij niet om God te volgen. Ik ben niet tegen je geloof, maar je moet praktisch zijn. De communistische partij is zo boosaardig. Iedereen kan zien hoe ze gelovigen aanpakken en arresteren. Als één iemand gelooft, leidt de hele familie eronder en worden ook hun kinderen gestraft. Dat is gewoon een feit. Als je wordt gearresteerd, zal ik niet alleen nooit promotie krijgen, maar verlies ik waarschijnlijk mijn baan. Jatsi zal niet kunnen studeren. Dan leidt onze toekomst er toch onder. Als je mijn promotie verhindert, verwijt me dan niet als ik geen genade toon. Hoor je me? Ik sta niet toe dat je je geloof blijft praktiseren. Jolie. Ik heb het je al zo vaak gezegd. De redder, almachtige God, is verschenen en doet zijn werk. En alleen wie almachtige God aanvaardt kan worden gered en het koninkrijk binnengaan. En zal een goede toekomst en bestemming hebben. Maar je weigert te luisteren. Je probeert me te beletten om te geloven omdat je bang bent voor de onderdrukking van de CCP. Besef je niet wat je doet? Ben je niet bang om kwaad te doen en in te gaan tegen God? Genoeg! Liang Xinjing, ik zal beginnen met het akeligste. Als je weer naar bijeenkomsten gaat of evangeliseert, breek ik je benen. Ik verzorg je liever als invalide dan dat ik je in God laat geloven. Ik zal mijn geloof nooit opgeven. Denk je dat? Dat zullen we nog wel eens zien. Dat zullen we nog wel eens zien. Geloof je nog steeds? Laat me los. Waarom sla je me? Geloof je nog steeds? Demon die je bent. Ik vind wel een manier om jou aan te pakken. Als je blijft geloven, gaan we scheiden. Nu de partij hard optreedt, laat hij zijn ware aard zien. Hij slaat me en probeert me af te houden van mijn geloof. Hij is een duivel. Een beest. We moeten echt gaan scheiden. Mama, ja? Mijn schooluniform is gescheurd. Oh, ik maak het wel. Mama, wat is er? Niets, lieverd. Papa heeft je weer geslagen, hè? Het geeft niet. Papa stond toch altijd achter ons geloof, mama? Waarom doet hij nu zo? Mama, we geloven alleen in God. We hebben niets misdaan. Waarom begrijpt papa dat niet? Hij wil niet dat ik nog geloof vanwege de CCP. Zit er niet over in. Het gaat wel. Niemand kan ons afhouden van ons geloof.
Mama, slaap vannacht in mijn kamer. Ik ben bang dat papa je weer zal slaan. Onder jullie is er niemand die door de wet wordt beschermd. Integendeel, jullie worden gestraft door de wet. En daar komt als bemoeilijkende factor bij dat niemand jullie begrijpt. Nog familieleden, nog ouders, nog vrienden, nog jullie collega's. Niemand begrijpt jullie. Wanneer God jullie afwijst, houdt het leven op aarde voor jullie zeker op. Mensen kunnen het echter toch niet verdragen om God te verlaten. Dit is de betekenis van Gods overwinning van mensen. En dit is Gods glorie. Wat jullie deze dag hebben geërfd, overstijgt alles van eerdere apostelen en profeten. En is zelfs geweldiger dan dat van Mozes en Petrus. Zegeningen ontvang je niet in 1 of 2 dagen. Ze moeten via veel opoffering verdiend worden. Dat wil zeggen, jullie moeten een gelouterde liefde hebben. Een groot geloof en de vele waarheden waarvan God wil dat jullie je ze toe-eigenen. Bovendien moeten jullie gericht zijn op gerechtigheid. Je nooit laten ontmoedigen of zwichten. En een constante en onverminderde liefde voor God hebben. Vastberadenheid wordt van jullie verlangd. Evenals verandering in de gezindheid van jullie leven. Jullie moeten genezen van jullie verdorvenheid. En alle orchestratie van God zonder klachten accepteren. En zelfs gehoorzaam zijn tot in de dood. Dat is wat jullie zouden moeten bereiken. Dit is het uiteindelijke doel van Gods werk en de eisen die God aan deze groep mensen stelt. Naar wat Hij jullie geeft, moet Hij in ruil ook van jullie vragen en een passend beroep op jullie doen. Al het werk van God is dus niet zonder reden. En hieruit kan worden geconcludeerd waarom God telkens hoge normen en strikte eisen hanteert in zijn werk. Hierom zouden jullie vol moeten zijn van geloof in God. Samengevat is al het werk van God voor jullie eigen bestwil, zodat jullie waardig zijn om zijn erfenis te ontvangen. Dit is niet zozeer voor Gods eigen glorie, maar voor jullie eigen redding. En voor de vervolmaking van deze in het onreine land zwaar geteisterde groep mensen. Jullie moeten de wil van God begrijpen. Ik heb de afgelopen dagen nagedacht over waarom mijn man me zo gemeen slaat en hij me wil beletten om te geloven. Toen las ik dit in Gods woorden. Waarom houdt een man van zijn vrouw? En waarom houdt een vrouw van haar man? Waarom zijn kinderen plichtsgetrouw jegens hun ouders? En waarom zijn ouders verzot op hun kinderen? Welke bedoelingen koesteren mensen echt? Is het niet om hun eigen plannen en egoïstische verlangens te bevredigen? Gods woorden zijn volkomen waar.
Er is geen oprechte liefde tussen mensen. Nee. Alles draait om persoonlijk gewin. Zo zit het. Ja. Hij behandelde me altijd goed, omdat het in zijn belang was. Hij gebruikte me om hem een kind te geven, zijn kleren te wassen, te koken en geld te verdienen. Nu ik geloof en de plicht van een geschapen wezen doe en de ware weg bewandel, vreest hij voor zijn toekomst. Nu zijn eigen belangen in het geding zijn, ontbloot hij zijn tanden. Doet alles om me tegen te houden en onderdrukt en slaat me. Hij laat zijn demonische gezicht zien. Nu besef ik dat we verschillende soorten mensen zijn. Hij kiest voor zijn carrière, volgt de partij en gaat in tegen God. Ik kies ervoor om te geloven en naar de waarheid te streven. We volgen verschillende wegen. Ja. Zonder Gods werk te ervaren en zijn woorden te lezen, had ik dit nooit begrepen. Dan had ik nog gedacht dat hij van me hield. Dan had ik me laten beheersen door emoties. Hoe had ik dan God kunnen blijven volgen? Ja. Ja. Door de onderdrukking van mijn eigen familie heb ik het demonische gezicht van de ongelovigen gezien. En weet ik dat alleen Gods liefde echt is. Dit is hoe God me redt van de ketenen van mijn familie. En ik ben zo dankbaar voor zijn liefde. Dank God. Dank God. Hoe meer we Gods praktische werk ervaren, hoe meer waarheid we leren en hoe meer inzicht we hebben. Dat is Gods liefde. Amen. Dank aan God. Dank aan God. Ja. Het kantoor gaf me deze verklaring dat we niet geloven. Ik heb al getekend. Kijk. Als je blijft geloven, verlies ik mijn baan en zal Jatsi niet kunnen studeren. Je moet vandaag beloven dat je je geloof opgeeft. Dan komt alles goed. Ik kan niet beloven dat ik mijn geloof opgeef. Je weet dat sinds ik in God geloof, mijn gezondheid is verbeterd en ik gelukkig ben. Ik heb ook een aantal waarheden geleerd en ik weet hoe ik een goed mens moet zijn. Dit is de juiste weg in het leven. Hou me toch niet meer van mijn geloof af. Hoe kan dat nu goed zijn? Als je hiermee doorgaat, dan verlies ik mijn baan, hoor. Onze bron van inkomsten. Waar moeten we dan van leven? Luister goed. Ik verbied je om in God te blijven geloven. Wat mijn geloof betreft, geef ik geen duimbreed toe. Ah! Oh nee! Oh nee! Geloof! Wil je nog steeds je God? Je loopt hier vandaag niet de deur uit! Geloof! Geloof je nog steeds? Ik zal je leren! Het is afgelopen met je! Wil je geloof? Stop! Geloof je nog steeds? Geloof? Ik vraag het je nog één keer. Kies je God of kies je dit gezin? Maak je keus. Ik kies nog steeds mijn geloof. Dan gaan we scheiden. Alleen omdat ik in God geloof, heb je me de afgelopen paar jaar een tiental keer geslagen. En nu wil je per se scheiden.
Je hebt geen geweten. Je bent niet eens menselijk. Ik blijf absoluut niet bij je. We volgen niet dezelfde weg. Waarom heb ik je zo vaak geslagen? En toch heb ik je niet in het gareel kunnen houden. Vertel me hoe je er echt over denkt. Kies je voor je geloof of voor ons gezin? Als je God kiest, gaan we scheiden. En bemoei ik me niet meer met je. Je stelt voor om te scheiden. Dus laten we dat doen. We volgen verschillende wegen. En kunnen niet samenleven. Laten we het meteen regelen. Alsjeblieft. Je hoeft niet het huis uit. Ik ben vaak weg. Dus je kunt blijven en voor Jatsi zorgen. Eerst wilde ik niet scheiden. Ik bleef eigenlijk alleen voor onze dochter. Maar hij bleef maar doordrammen. En stond erop dat ik koos tussen het gezin en mijn geloof. Ik koos natuurlijk voor God en stemde in met een scheiding. Nu ben ik eindelijk vrij. En word ik niet meer gehinderd door hem of het gezin. Ik kan alles in mijn werk voor God leggen. Dit is Gods genade en zegen. Godzijdank. Als jullie verschillende wegen volgen en hij zo dominant is, dan was het vast geen gelukkig huwelijk. Omdat hij het wilde, was dat de beste oplossing. Nu is de ellende voorbij. Het is beter zo. Nu ben je vrij. Goed jullie te zien. Hallo, directeur Ma. Goed, jullie zijn er allemaal. We hebben instructies gekregen van het laatste overleg van het gemeentelijke preventiecomité. Om in elke straat en wijk en in elk dorp deur aan deur te controleren op gelovigen. Kies allemaal een gebied en ga grondig te werk. Hé, is dat niet Liang Xingqing? Ik heb navraag naar haar gedaan. Ze evangeliseerde bij mevrouw Chow in gebouw 3. Oh ja? Ze moeten gelovigen zijn. Zeg, het viel me op dat ze steeds komt en gaat. Vanaf het allereerste ogenblik dat je huilend op deze wereld komt, begin je je taak in je leven uit te voeren. Je neemt je rol aan in Gods plan en binnen Gods ordening. Je begint aan de reis van het leven. Wat je achtergrond ook is, of wat de reis die voor je ligt ook is, niemand kan ontkomen aan de orchestratie en de regeling die de hemel in petto heeft. En niemand is meester over zijn eigen lot. Alleen hij die regeert over alle dingen is tot dergelijk werk in staat. Amen. Amen. Vanaf... Hallo? Ik moet je iets zeggen. Je moet absoluut voor vanavond 22:30 het huis uit zijn. Het is niet veilig. Wat je ook doet, kom niet terug. Pas goed op jezelf, lieverd.
en blijf Gods woorden lezen. Bid tot God als je ergens mee worstelt. Ik moet een paar dagen onderduiken, oké? Ik weet het. Ga eerst bij zuster Lulu logeren. Ik laat de broeders en zusters weten dat ze weg moeten. Oké, ik moet gaan. Kom, schiet op. Vlug. Wat moet dat? Wie zijn jullie? Wat de god? Hé, meisje. Als je moeder terugkomt, waarschuw ons dan meteen. Als je iets niet meldt, arresteren we jou ook. We zijn klaar hier. Ik heb geen idee hoe het met Yahtzee gaat. God, sta Yahtzee alstublieft bij en geef haar kracht. Ik zal hen die mijn wil waarnemen altijd troosten. En ik zal niet toestaan dat zij lijden of dat hun iets overkomt. Wat nu essentieel is, is actie ondernemen in overeenstemming met mijn wil. En zij die dat doen, zullen zeker mijn zegen ontvangen en onder mijn bescherming staan. Wie van jullie kan zich werkelijk volledig uitputten voor mij? En zichzelf volledig opofferen aan mij? Jullie zijn allemaal halfslachtig. Jullie gedachten gaan steeds maar rond, denkend aan thuis, aan de buitenwereld, aan voedsel en kleding. Ondanks het feit dat je voor mij staat en dingen voor mij doet, denk je in je hart nog steeds aan je vrouw, je kinderen en je ouders thuis. Zijn die allemaal jouw eigendom? Waarom leg je ze niet in mijn handen? Geloof je niet genoeg in mij? Of ben je soms bang dat ik ongepaste regelingen voor jou zal treffen? Waarom maak je je altijd zorgen over je vleeselijke familie? Je hunkert altijd naar je geliefde. God, ik ben bereid om niet aan mijn liefde te denken en mijn kind in uw handen te laten. Om het te onderwerpen aan uw orchestraties en regelingen en mijn plicht te doen. Zuster Liang. Hm? Een paar mannen kwamen vandaag het gas controleren. Maar volgens mij zochten ze stiekem iets. Ze vroegen zelfs of ik christen was. Het waren vast spionnen van de communistische partij. Het is hier niet meer veilig. De partij houdt ons in de gaten. We moeten weg. Hoeveel heb je gisteren gewonnen? Ongeveer 2000 yuan. Er kwam er een naar buiten. Begrepen. Uit.
Waar is ze? Ik ben haar kwijt. Verdomme! Daar! Iemand van jullie Liang Xingqing de laatste tijd gezien? Nee, we zullen het zeker melden als we haar zien. Ze zit in deze unit op de vierde verdieping. Dat weet ik. Let goed op. Oké. En laat het ons weten als ze terugkomt. Natuurlijk, we zullen nauw samenwerken met jullie. Ik moet dit weekend overwerken, liever, dus ik kom niet thuis. Oké. Wie is daar? Ik ben het, mevrouw Ma. Doe open. Ben je alleen thuis? Is je moeder langs geweest? Nee, haar geloof is geen misdaad. Waarom zit u altijd achter haar aan? Hey! De overheid staat haar geloof niet toe, dus het is een misdaad. Klein mormel. Vertel het ons meteen als je moeder terugkomt. Als je dat niet doet, verberg je een misdadigster en ga je naar de gevangenis. Heb je me gehoord? Kom mee. Vertel het ons als je haar ziet. Ze kunnen nu regelmatig bijeenkomen. Dank God. Nog één ding. De leiders van de Langchenkerk zijn gearresteerd. En de politie heeft plaatsen van bijeenkomst doorzocht. We kunnen de kerk niet alleen laten zonder iemand die bijstand en steun biedt. Ja. Ja. Wie moeten we sturen? Zal ik gaan? Goed. Niet veel mensen weten dat zuster Xu gelovig is. Je kunt hier blijven. Geweldig. Ik zorg hier wel voor. Laat me het weten als je nog iets nodig hebt. Oké. De grote rode draak arresteert als een razende. Kunnen broeders en zusters bijeen blijven komen? De meesten voelen zich zwak. En sommigen durven niet naar bijeenkomsten te gaan. Het is geweldig dat je hier bent. In de toekomst moet je misschien grote beproevingen doorstaan. Maar als je vandaag met je hele hart van God houdt, en ondanks grote beproevingen in de toekomst, ondanks wat er met je gebeurt, in staat bent om stand te houden in je getuigenis en God te behagen, dan zal je hart getroost worden en ongeacht de grootte van de beproevingen in de toekomst onbevreesd zijn. Amen. Doe open! De politie is er. Pak jullie spullen. Naar het magazijn. Vlug. Trap hem in.
Wat doet u? Op de grond! Op de grond. Geen beweging! Waarom stormt u een privéwoning binnen? De hurken! Iemand heeft een illegale bijeenkomst gemeld. Zuster Liang, maak geen geluid, oké? Okay? Doorzoek alles grondig. Inspecteur, er is een binnenplaats. Vooruit. Jullie twee, meekomen. Dat was op het nippertje. We waren bijna gearresteerd. Laten we even uitrusten. Mijn hart bonkt in mijn keel. Zuster. Huh? Waarom ben jij niet zo bang? Wie zegt dat ik niet bang ben? Mijn hart gaat ook tekeer. Gaat het wel? Toen alles goed ging, had ik het gevoel dat ik geloof had. Waarom ben ik zo'n lafaard zodra er iets gebeurt? Ik denk dat mijn geloof nog tekortschiet. In het begin is iedereen bang. Maar als je meer hebt doorgemaakt en Gods leiding en bescherming hebt gezien, kun je geloof winnen. Als God het niet wil, kan de grote rode draak je niet pakken. Ja. Als God het laat gebeuren, wees dan bereid om je leven op het spel te zetten en laat alles over aan God. Of je nu leeft of sterft. Je hebt gelijk. Wat God ook toestaat, we moeten ons onderwerpen en op hem vertrouwen. We mogen niet klagen. Ja. Ik weet van een broeder die 7 keer is gearresteerd en 2 keer veroordeeld. Hij gelooft nog steeds in God en doet zijn plicht. Dat is het ware geloof. We hebben veel gewonnen. Ja. Door deze golf van arrestaties en vervolging door de grote rode draak heb ik Gods wonderbaarlijke bescherming gezien. En is mijn geloof gegroeid. Dank aan God. Dank aan God. God gebruikt het als een dienstdoener die ons geloof en onze liefde vervolmaakt door de tegenspoed die het brengt. Dit is Gods zegen voor ons. Ja. Amen. Wat is Gods liefde voor ons geweldig. We moeten meer doen om onze plicht uit te voeren en God tevreden te stellen om zijn liefde te vergoeden. Amen. Laten we een lied zingen. Geweldig. Met loutering komt geloof. Je在信心之中才能看见神，你有信心，神就成全你。你如果没信心。 神也没法成全你，神也没法成全你。你在世纪经历当中有信心，看。
见神的作为，神就向你显现，在里面开启引导你。你如果没有这个信心，神就没法做。Alsjeblieft, mevrouw Liang. Huh? Hier, ik heb je jasje klaar. Oh, wat is het mooi. Ik was zo verdrietig toen het was gescheurd. En ik had nooit gedacht dat het zo mooi versteld zou worden. Dank u. Geen dank. Oma. Kijk eens hoe mevrouw Liang het heeft versteld. Is het niet mooi? Het is prachtig. Ik vraag me af hoe het nu met Jia Qi gaat. Jiaqi, doe open. Jiaqi, ik weet dat je daar bent. Doe open. Doe open. Zo te zien is er niemand. Laten we gaan. Denk jij dat je je kunt verstoppen? Denk je dat we je niet kunnen pakken? Denk je dat je kunt vluchten, klein mormel? Waar is je moeder? Dat weet ik niet. Weet je het niet? Weet je het niet? Vertel het ons! Vertel je het of niet? Ik weet het niet! Dat zullen we nog wel eens zien! Xinqing, hè? Wanneer kom je terug van de bijeenkomst van de medewerkers? Over 3 of 4 dagen. Ah. Ik wil ook Jiaqi opzoeken. Het is al een paar jaar geleden, hè? Mm-hmm. Wees voorzichtig daar. Dat zal ik doen. Jiaqi. Mama. Huil niet. Rustig maar, huil niet. Je bent afgevallen. Heb je te veel stress door school? Nee, mama. Blijf niet te laat op. Je hebt je slaap nodig. Dat weet ik. Is je vader vaak thuis? Heb je leren koken? Hoe gaat dat? Prima. Maak je geen zorgen. Maak je er niet te makkelijk vanaf. Je bent nog in de groei en moet goed eten. Niet alleen instantnoedels.
Mama, ik kan wel voor mezelf zorgen. Ben je 's nachts niet bang als je alleen bent zonder mij? Ik ben het gewend. Het gaat goed. Bid je en lees je nog steeds Gods woorden? Ja. Hé. Hey. Waarom is je hals zo dik? Het is niet. Zeg op, wat is er met je? Hé. Hey. Jiazi, vertel het me. Huh? Ik heb lymfeklierkanker. Ik word volgende maand op de 4e geopereerd. Hoe is dat zo gekomen? De dokter zei dat het te maken had met chronische stress en depressiviteit. Nadat je wegging, bleven de politie en de rode armbanden langskomen om me te intimideren en te vragen waar je was. En mijn leraren en klasgenoten lachten me allemaal uit. Ik durfde niet meer naar huis en niet naar school. Ik heb heel vaak van het balkon willen springen. Maar ik was bang dat ik je nooit meer zou zien als ik zou springen. Mama, ik ben bang. Jiazi, wees niet bang. God staat aan onze kant. Hij is onze steun. Welke ziekte we ook hebben, we moeten op God steunen. Hij zal ervoor zorgen. We mogen niet bang zijn. We geloven in de ware God, almachtige God. Gods woorden luiden: almachtige God is een oppermachtige dokter. Wie in ziekte leeft, is ziek. Wie in de ziel leeft, is niet ziek. Het ligt in zijn handen of we leven of sterven. Als we tot God bidden, zal hij zeker helpen. En dat is mooi, hè? De woorden van Almachtige God zijn belangrijk voor je. Onthoud dat goed. Ik word opgejaagd door de grote rode draak en kan niet naar huis. En nu is mijn dochter ziek. Wat moet ik doen?
God, ik heb het echt moeilijk. Wat moet ik doen als ze echt sterft? Ik besef dat God al deze situaties schept om ons te vervolmaken en te redden. Dank aan God. Dank aan God. Hé, hey, zuster Liang. Wat is er? Oh, niks hoor. Niks. Zullen we de bijeenkomst van vandaag afsluiten? Goed. Tot later. Ik liet mijn gezin achter om me in te zetten voor God. Hij zou ons moeten beschermen. Hoe kan mijn dochter kanker hebben? Stelt God mijn geloof op de proef? Zuster Liang, denk je nog steeds aan je dochter? Ik maak me voortdurend zorgen om haar, zuster Song. Ik weet niet wat Gods wil is. Hoe kon ze kanker krijgen? Het moet een kwelling zijn om te weten dat ze ziek is, terwijl je niet voor haar kunt zorgen. Ik dacht net aan een passage uit Gods woorden. Terwijl ze beproevingen ondergaan, is het normaal dat mensen zwak zijn of negativiteit in zich hebben of geen duidelijkheid hebben over Gods wil of hun beoefeningspad. Maar in ieder geval moet je, net als Job, vertrouwen hebben in Gods werk en God niet verloochenen. Hoewel Job zwak was en de dag van zijn eigen geboorte vervloekte, ontkende hij niet dat alle dingen in het menselijk leven door Jehovah geschonken waren. En dat Jehovah ook degene is die ze allemaal wegneemt. Hoe hij ook werd beproefd, hij behield dit geloof. In jouw ervaring, ongeacht wat voor loutering je ondergaat door Gods woorden, is datgene wat God van de mens vereist in het kort zijn geloof en zijn liefde voor hem. Wat hij vervolmaakt door op deze manier te werken, zijn het geloof, de liefde en de aspiraties van mensen. God verricht het werk van vervolmaking in mensen en ze kunnen het niet zien, kunnen het niet voelen. In zulke omstandigheden is je geloof vereist. Amen. Amen. Ik voelde me zwak toen ik hoorde dat ze kanker had. Mijn gestalte is nog te klein en mijn geloof schiet tekort. Als we ons helemaal inzetten voor God, zal Hij ons de weg wijzen door alle moeilijkheden. Wanneer je
tijd staat zij het vlees te vergeten, niet te klagen tot God. Als God zich verbergt, moet je hem met geloof volgen, je liefde behouden zonder vermindering. Ongeacht wat God doet, moet je zijn ontwerp aanvaarden. Vervloek je vlees voor je tegen hem klaagt. Stel God tevreden in beproeving, zelfs als je huilt of verliest. Waar je van houdt, dit is waar, liefde en geloof. Zoveel mensen geloven in mij, alleen maar zodat ik hen zou kunnen genezen. Zoveel mensen geloven in mij, alleen maar zodat ik mijn krachten zou kunnen gebruiken om onreine geesten uit hun lichaam te verdrijven. En zoveel mensen geloven in mij, alleen maar om wellicht vrede en vreugde van mij te kunnen ontvangen. Zoveel mensen geloven in mij, alleen maar om grotere materiële rijkdom van mij te eisen. Zoveel mensen geloven in mij, alleen maar om dit leven in vrede door te brengen en om veilig en gezond te zijn in de toekomstige wereld. Zoveel mensen geloven in mij, om het lijden van de hel te vermijden en de zegeningen van de hemel te ontvangen. Zoveel mensen geloven in mij, enkel vanwege tijdelijke troost, zonder ernaar te streven in de komende wereld iets te bereiken. Toen ik mijn woede over de mensheid bracht en alle vreugde en vrede terugnam die deze eens bezat, begon de mens te twijfelen. Toen ik de mens het lijden van de hel gaf en de zegeningen van de hemel terugeiste, veranderde de schaamte van de mens in kwaadheid. Toen de mens mij vroeg om hem te genezen, besteedde ik geen aandacht aan hem en voelde ik een afkeer jegens hem. De mens ging ver weg van mij en zocht daarvoor in de plaats de weg van kwaadaardige geneeskunde en tovenarij. Toen ik alles wegnam wat de mensen van mij hadden geëist, verdween iedereen spoorloos. Dus zeg ik dat de mens geloof in mij heeft, omdat ik te veel genade schenk en er veel te veel is om te verkrijgen. Ik was als verlamd toen ik hoorde dat mijn dochter kanker had. Ik kon amper mijn plicht doen en had soms last van mijn hart. Ik zei niet hardop dat ik voor hem had gewerkt en dat God dus mijn gezin moest beschermen. Maar ik werd geplaagd door twijfels. Waarom werd mijn dochter ziek? Ik besefte dat die klachten betekenden dat ik God de schuld gaf en opstandig was tegen hem. Ik zag in dat al mijn werk en offers bezoedeld waren en ik nog steeds alleen op zegeningen uit was. Zonder de ziekte van mijn dochter
had ik nog steeds gedacht dat ik het best goed deed. Deze beproeving heeft me volledig ontmaskerd. Waar is mijn liefde, mijn onderwerping aan God? Ik ben zo onredelijk, zo gewetenloos. Ik ben het woord menselijk niet waardig. Je hebt een les geleerd doordat je dochter ziek werd. Dat is goed. Het is Gods genade en zegen. Dat is zo. Ik herinner me een passage uit Gods woorden. In hun geloof in God proberen mensen zegeningen te verkrijgen voor de toekomst. Dat is het doel in hun geloof. Alle mensen hebben deze intentie en deze hoop. Maar de verdorvenheid in hun natuur moet door beproevingen worden opgelost. In wat voor aspecten je niet bent gereinigd, dat zijn juist de aspecten waar je gelouterd moet worden. Zo heeft God het geregeld. God schept een omgeving voor jou en dwingt jou om daarin gelouterd te worden, zodat je je eigen verdorvenheid kunt kennen. Uiteindelijk bereik je een punt waarop je liever sterft, je plannen en verlangens opgeeft. En je onderwerpt aan de soevereiniteit en regeling van God. Daarom zullen mensen, als zij niet enkele jaren van loutering hebben doorgemaakt of in zekere mate lijden, zich niet kunnen bevrijden van de slavernij van de verdorvenheid van het vlees in hun denken en hart. De aspecten waarin je nog altijd onderworpen bent aan de slavernij van Satan en waarin je nog altijd je eigen verlangens en je eigen eisen hebt, dat zijn juist die aspecten waarin je zou moeten lijden. Want alleen door te lijden kunnen mensen lessen leren, de waarheid verkrijgen en Gods wil begrijpen. Sterker nog, veel waarheden worden begrepen door het ervaren van pijnlijke beproevingen. Niemand kan vanuit een comfortabele en gemakkelijke omgeving of onder gunstige omstandigheden Gods wil begrijpen, Gods almacht en wijsheid erkennen of Gods rechtvaardige gezindheid waarderen. Dat zou onmogelijk zijn. Amen. Gods woorden zijn zo duidelijk. En zijn werk om de mensheid te redden is zo praktisch. Ja, dat is zo. Ik werkte altijd hard en bracht offers voor mijn geloof. Daarom dacht ik dat ik best toegewijd was aan God en zijn goedkeuring kon verdienen. Maar toen ik moest vluchten omdat ik werd achtervolgd door de grote rode draak, begon ik te klagen. Ik besefte dat ik eigenlijk totaal geen toewijding en onderwerping aan God had. Ik volgde God alleen om zijn zegeningen, maar wilde niet lijden. Er zaten verdorvenheid en buitensporige verlangens achter. En die konden alleen worden gereinigd door oordeel en tuchtiging. Ja. Als ik dat nooit had doorgemaakt, had ik nooit mijn ware maat geweten. Maar had ik nog steeds alleen gedacht aan de zegeningen van het koninkrijk. Dat is zo gewetenloos en onredelijk. Die ervaring liet me zien hoe bevorderlijk lijden en tegenspoed kunnen zijn voor onze groei in het leven. Dat is echt waar. De ziekte van mijn dochter betekent dat God me test en ontmaskert. En dat is voor mijn redding. Het is Gods liefde en ik ben hem zo dankbaar. Amen. Ik heb de afgelopen dagen enkele passages uit Gods woorden gelezen die me erg hebben geïnspireerd. Laten we eens kijken. Zal ik het voorlezen? Job sprak niet over handel met God en deed geen verzoeken en stelde geen eisen aan God. Zijn lof voor Gods naam was vanwege de grote macht en gezag van God in het besturen van alle dingen. Niet vanwege het feit dat hij zegeningen had gekregen of door rampspoed werd getroffen. Hij geloofde dat, ongeacht of God mensen zegent of rampspoed over hen brengt, Gods macht en gezag niet zullen veranderen. En dat daarom, ongeacht iemands omstandigheden, Gods naam geprezen moet worden. Dat een mens is gezegend door God, is vanwege Gods soevereiniteit. En wanneer de mens een ramp overkomt, is het ook vanwege Gods soevereiniteit. Gods kracht en gezag heersen over en regelen alles van de mens. De grillen van het geluk van de mens zijn de manifestatie van Gods macht en gezag. En ongeacht iemands standpunt zou Gods naam geprezen moeten worden. Amen. Dit is wat Job in de jaren van zijn leven heeft meegemaakt en heeft leren kennen. Alle gedachten en handelingen van Job kwamen God ter oren
belanden bij God en werden door God als belangrijk gezien. God koesterde deze kennis van Job en koesterde Job vanwege het hebben van zo'n hart. Dit hart wachtte altijd op Gods gebod, overal. Het maakte niet uit op welk tijdstip of welke plek het wachtte op wat hem toekwam. Job stelde geen eisen aan God. Wat hij van zichzelf eiste, was het afwachten, accepteren, aanschouwen en gehoorzamen van alles wat van God kwam. Job geloofde dat dit zijn plicht was en dat was precies wat God wilde. Want Jobs hart was zuiver en niet verborgen voor God. En zijn menselijkheid was eerlijk en goedhartig. Hij hield van gerechtigheid en van wat positief was. Alleen een man als deze, die zo'n hart en menselijkheid bezat, was in staat om de weg van God te volgen. En in staat God te vrezen en het kwade te mijden. Zo'n man kon Gods soevereiniteit zien, zijn gezag en macht zien en gehoorzaam zijn aan zijn soevereiniteit en bepalingen. Alleen een man als deze kon Gods naam echt prijzen. Dat komt omdat hij er niet op lette of God hem zou zegenen of rampspoed over hem zou brengen, want hij wist dat alles door de hand van God bepaald wordt en dat de zorgen van de mensen een teken van dwaasheid, onwetendheid en irrationaliteit zijn van twijfelen aan Gods soevereiniteit over alles en geen vrees hebben voor God. Jobs kennis was precies wat God wilde. Amen. Het geloof van Job was geweldig. Hij begreep volkomen dat wat hij had gekregen door zijn harde werken hem eigenlijk allemaal was gegeven door God. Daarom kon hij zeggen dat God geeft en dat God neemt. En toen de naam van de Heer zegenen. Ik kan me echt niet meten aan Job. Is de kanker van mijn dochter niet iets wat God toestaat? Waarom had ik totaal geen idee wat Gods wil hierin is? Ik heb echt niet genoeg geloof. Door te bidden en Gods woorden te lezen, begrijp ik nu zijn wil. En ik weet dat haar lot in Gods handen ligt. Hoe de operatie ook verloopt, ik zal me onderwerpen aan Gods regelingen. Mijn plicht goed doen en Gods liefde vergoeden. Dank aan God. Dank God. Laten we even pauzeren. Ik heb hier water. Ja, oké. Je hebt een brief van thuis, Xinqing. Omdat het dringend kon zijn, heb ik hem meteen gebracht. Oh, dank je. Mama. Ik heb geweldig nieuws. Mijn operatie is heel erg goed gegaan. Ik was heel bang op de dag van de operatie. Dus ik bad tot God en vroeg hem me te zegenen met een geslaagde operatie en dat niets mis zou gaan. Ik was niet meer zo bang toen ik had gebeden. En ik viel langzaam in slaap. Toen ik bijkwam, was de operatie voorbij. De dokter zei dat het heel goed was gegaan. En ik begon te huilen van blijdschap. Ik weet dat God me beschermde. Ik ben hem zo dankbaar. Maak je geen zorgen, mama. Ik herstel heel goed. Dus lig er niet wakker van. Concentreer je op je plicht en het vergoeden van Gods liefde.